Het mooiste van Landert zijn de mensen. Daar zijn we weer met een leuke nieuwe beweegles van Landert in Beweging. 15 minuutjes, lekker bewegen. Stap maar mee. Actief je armen meenemen. Stap opzij. En als je wil, klap in je armen, handen. Yes. Om een beetje in de sfeer te komen van deze lesjes. Met ons rechterbeen stappen we naar voren en weer terug. Wil je meer? Neem je armen mee. Strek ze uit. Zo hoog als je kan. Andere kant. Eerst je voeten. En als je hem hebt, neem je je armen weer mee. Dezelfde arm, zelfde been. En dat kan voor de coördinatie nog best wel eens lastig zijn. Oefening baart kunst. Oké, voeten uit elkaar. De heupen draaien we rond. Linksom en rechtsom. Dus maak een grote beweging. Begin klein en als je voelt dat je soepel genoeg bent, maak je hem groter. Andere kant uit. Voel het in je rug, in je billen, in je heupen, de benen. Laatste keer. Oké, stap weer op de plaats. We klappen twee keer voor en achter. Voor en achter. Je mag ook je rug aantikken. Of je heupen. Of je billen. En ja. En als je ze naar achter brengt. Breng die schouderbladen naar elkaar. En je mag best wel een beetje bewegen op de manier zoals jij het wil. De laatste keer. Voeten weer uit elkaar. Stap naar voren. En weer terug. En heb je de beweging? Armen mee. Strek uit. En het doel was altijd van die warming-up. Dat we ons lichaam klaarmaken voor de rest van de les. Dus controleer of je ademhaling en hartslag omhoog gaan. Laatste. Wissel om. Andere been eerst. En heb je hem, neem je armen mee. Laatste. Stap op de plaats. Klap weer voor en achter. Twee keer. En achter. Ja. Heel goed. De voeten weer op heupbreedte zetten. En draai weer een rondje met de heupen. Andere kant. Kom rechtop en draai over je rechterschouder helemaal mee. En wissel om van kant. Nog één keer links en rechts. Goed zo. We gaan naar een balansoefening. Je mag een stoel in de buurt zetten, zodat je je stevig vast kan houden. Je voeten uit elkaar. Spanning op je romp. En breng jezelf op je tenen en weer terug. Nog een keer. Op die tenen. Dus pak vast of probeer of het lukt om het zonder te doen. En als je het zonder doet, probeer erop te letten dat je niet te veel met je voeten naar buiten gaat. Hou ze recht boven je enkel.
laatste keer. Nou, doen we het zelf, maar dan gaan we naar de hakken toe. Dat betekent dat je met je romp een beetje naar voren moet bewegen. Til ze maar op. En weer terug. Til op. Zoek balans. En dat voel je in de voorkant van je benen in die schenen. Til ze op. Je mag altijd iets vastpakken. Nog eentje. Deze gaan we combineren. Op die tenen. En door naar die hakken. En weer. Ja, netjes. Nog twee keer. Laatste. We gaan verder. Balansoefening. Pak iets vast. Of hou je handen in je zij. Til je knie op. En strek je been naar voren. En opzij. Breng hem naar achter. En til je knie weer op. Strek hem weer uit naar voren. En als het lukt. Zonder vast te houden. En zonder met de grond aan te tikken met je teen. En til op. Nog één rondje. Strek uit. Hou vast voor je stambeen werken. Til hem op. Heel goed. Wissel hem naar de andere kant. Andere been. Zorg weer voor je stabiliteit op je stambeen. En til je knie omhoog. Strek hem uit. Naar voren. En opzij. En naar achter. En til je knie weer op. Strek uit. Opzij. En wil je het weer moeilijker maken? Strek naar voren. Opzij. Knie op. Nog één rondje. Strek naar voren. Opzij. En naar achter. En knie op. Zet weer neer. Schud die benen even los. De voeten weer naast elkaar. Breng jezelf weer op je tenen en naar je hakken toe. Tegelijk. Til maar omhoog. Op. En weer naar die hakken. Weer naar die tenen. En naar de hakken. Laatste. Netjes. We gaan verder met wat bewegingen. Op een echte klassieker, zet je handen in je heupen, rechterbeen de grond en tap. Je mag je heup meenemen. Wissel om. Snel aantikken. Stap en klap. Of stap en snap. Rol naar rechts. Wissel om. En je mag de beweging iets sneller maken en iets soepeler. Wissel om. Met je rechterarm naar voren en opzij. Wissel om. Omhoog en opzij. Stop en klap. Zwaai met je rechterhand voorlangs. Wissel om. En als het goed is, kun je op dit liedje niet stil blijven staan. Rol met je armen. Andere kant. Nog een keer. Rechterarm voor en opzij. Wissel om. Stop en klap.
het lukt of je je vingers kan klappen. Stap op de grond, tik aan. Wissel om. En neem je heup mee. Rol hem maar. Wissel. En jullie hebben thuis alle ruimte. Dus mag je de beweging best iets groter maken. Voor en opzij. Wissel. Wissel. En omhoog. We gaan verder naar de cooling down. Zorg ervoor dat de ademhaling en de hartslag weer naar beneden gaat. De voeten iets uit elkaar. En we draaien van rechts naar links. Vooral voor die rugspier. Draai even lekker los. Als je het langzamer wil doen, is dat ook prima. Laatste. En kom terug in het midden. De armen strekken we omhoog. En we gaan de armen verlengen. Iedere keer een klein beetje je hand iets hoger brengen. En voel de stretch op de zijkant van je lichaam. Hou je schouders laag en ontspannen. Nog twee keer. Oké, de armen zijn laag. Je opent je armen omhoog via de zijkant. Je borst is vooruit en voel de rek op die borstspier. De voorkant van je armen. Nu draai je de duimen naar binnen, zodat je iets meer stretch voelt aan je bovenarmen. Hou vast. En schud los. De handen zet je op je bovenbenen. En we maken ons even helemaal bol. Dus maak een bolle rug. Kin op je borst. En nu maak je jezelf bol, schouders laag. En maak je weer bol. En maak weer bol. En maak weer bol. En bol. En rol jezelf langzaam omhoog. Voeten uit elkaar. En draaien we nog een keer van links naar rechts. Zorg er echt voor dat die rug weer lekker soepel wordt. Kom terug in het midden. Dan ademen we in en maken we ons lang. En adem uit. Doen we nog één keer. Adem in. En adem uit. Bedankt weer voor het meedoen van deze beweegles van 15 minuten. Hopelijk zien we je snel weer.